Goedendag, we zijn hier bij de Amazone UX4201. De eerste veldspuit van Amazone welke voorzien is van luchtondersteuning. Luchtondersteuning wordt steeds meer een thema in Nederland. Met name hier in het zuiden hebben we gemerkt bij volgrond groentetelers, bij boomtelers, dat gezien de huidige driftreductietechniek, dat we het niet meer altijd konden halen met conventionele doppen. Dus toen hebben we in samenwerking met een dealer van ons deze spuit ontwikkeld. In principe is het een standaard spuit, maar we hebben in overleg met de dealer de luchtzak er echt aangemaakt. We zien hier de turbine en de luchtzak. We hebben bewust gekozen om een turbine met luchtzak op te bouwen, om ervoor te zorgen dat onze spuit licht qua gewicht blijft en de gewichtsverdeling optimaal blijft. Deze turbine zorgt voor de wind, is hydraulisch aangedreven en kunnen we in snelheid variëren. En daarmee kunnen we eigenlijk de sterkte van de wind regelen naar gelang de omstandigheden zijn. Verder zien we hier de luchtzak en de luchtzak kunnen we ook nog eens draaien, zodat we de richting, de positie van de wind min of meer kunnen regelen afhankelijk van de windrichting op het perceel en afhankelijk van de gewenste indringing in het gewas. We zien hier de AmmaSwitch dopschakeling van Amazone. Tegenwoordig maken we gebruik van een hogedruk circulatiesysteem. En deze dopschakeling schakelt de doppen per 50 centimeter. Het bestaat uit een vierling revolver dophouder. En door deze te draaien kunnen we handmatig de gewenste dop selecteren. Wanneer we de vierling op een tussenpositie zetten, dan kunnen we middels deze brug een dopafstand van 25 centimeter realiseren. Dit voor een optimale bladbedekking en een maximale driftreductie van 97,5%. Nieuw aan deze spuit zijn de spuitbomen. Dit is onze L3 spuitboom. Het staat eigenlijk voor derde generatie spuitboom. En die is eigenlijk ontwikkeld voor spuitboombreedtes tot en met 45 meter. Hier zien we een driedelige 33 meter variant. Waarbij we de extra ruimte kunnen gebruiken om de luchtzak in te monteren. Daarnaast is deze boom zoals je ziet ook extra zwaar gebouwd om overweg te kunnen met die spuitboombreedtes tot en met 45 meter. Hier zien we het Smart Spenter van de veldspuit. Alle instellingen kunnen we doen aan de linkerzijde van de machine. Hier zien we de perskraan. Hier kunnen we alle belangrijke functies mee bedienen. De zuigkraan die we hier zien is elektronisch bediend via de Twin Terminal. En die zorgt ervoor dat we ook automatische reinigingsprogramma's kunnen selecteren. De Twin Terminal, onderdeel van het comfortpakket, zorgt ervoor dat we het gewenste aantal liters kunnen vullen, waarna de spuit automatisch afslaat. Dat we tijdens het spuiten de spuit automatisch kunnen laten roeren. En wanneer het gewenste niveau bijna bereikt is, of wanneer de spuit bijna leeg is, slaat die automatisch af. En na het spuiten kunnen we verschillende reinigingsprogramma's selecteren. Daarnaast is deze spuit ook voorzien van het nieuwste model vulmengbak. Een doordachte vulmengbak, welke voorzien is van een soort tafeltje, waar je eventueel hier je maatbeker op kunt stellen en hier fusten kunt uitlekken. Een duidelijke schaalverdeling aan de binnenzijde en een fustenreiniger met een dodemanschakeling. Wanneer we de vulmengbak sluiten en we drukken deze knop in, dan wordt de vulmengbak nog een keer van de binnenzijde gereinigd. Deze spuit wordt aangestuurd met behulp van onze Amatron 4 Isobus Terminal. Een veelverkochte Isobus Terminal bij Amazone. Zeer gebruiksvriendelijk. Je hebt hierboven zo bijvoorbeeld de sneltoetsen. Hier ga je naar het spuitenmenu. Hier zie je het werkmenu waarin je alle nodige instellingen kunt doen. Hier zie je bijvoorbeeld een reinigingsmenu waar je verschillende reinigingsprogramma's kunt selecteren. En hier heb je nog een sneltoets naar het GPS-menu waar je een perceeltje kunt aanmaken, automatische sectieschakeling kunt activeren. En terwijl je hier in het GPS-menu aan het werken bent, kun je alle belangrijke parameters nog steeds onder in het scherm zien. Daarnaast de AmmaPilot Plus joystick. De joystick zien we hier volledig vrij in te delen van functies. Dus compleet naar klantwens in te stellen. En dit is een joystick welke drie lagen heeft. Hier hebben we de groene laag met de meest belangrijke functies welke we zullen bedienen tijdens de spuiten. We hebben nog een oranje laag voor incidentele gevallen. En ook nog een rode laag welke we veel zullen gaan gebruiken met het in- en het uitvouwen van de spuitboom. Eigenlijk alle belangrijke functies kunnen we bedienen middels deze ergonomische joystick. Dit is het systeem voor de luchtondersteuning, voor het regelen van zowel de luchtsnelheid als de windrichting. Middels deze schakelaar kunnen we de druk opvoeren of naar beneden zetten en daarmee de windkracht bepalen. Middels deze draaiknop kunnen we de windrichting regelen. Zo staat hij helemaal naar voren en zo staat hij meer naar achteren, de positie van de luchtzak. Deze spuit is voorzien van de meest luxe boomgeleiding. Wij noemen die Contour Control. En Contour Control staat erom bekend dat het de contouren, in dit geval van het gewas, maar ook in een heuvelachtig landschap optimaal volgt.
Het is een actieve boomregeling en dat wil zeggen dat we ook zeer snel kunnen reageren. Het is een actieve regeling omdat hier de vergrendeling er altijd in zit. We werken met 3 sensoren per zijde. Dus als die sensoren waarnemen dat we te dicht of te ver van het gewas afzitten, dan wordt er direct gestuurd. En door deze min of meer vergrendeling kunnen we heel adequaat en bijzonder direct en krachtig sturen. De boomgeleiding is volledig hydraulisch geregeld, zodat we ook daadwerkelijk kunnen actief sturen en meer krachten kunnen overbrengen. Zowel positief als negatief neigen per zijde is met dit systeem mogelijk. We zien hier de 33 meter spuitboom in transportopstelling. De geveerde dissel en de geveerde ophanging van de spuitboom zorgen voor een maximaal rijcomfort. En daarnaast zorgt het ook voor een gegarandeerde levensduur van de veldspuit. Mocht u nu vragen hebben over een van onze veldspuiten, over deze, al dan niet met luchtondersteuning, schroom dan niet en dan kunt u altijd contact met ons opnemen.